zou ik helemaal geweldig vinden. Want kijk, de trein is toch op dit moment het allergoedkoopste voor iedereen. Maar ook het allerhandigste, want je moet hier toch altijd naar Os of naar Ravenstein. Net welke kant je uit wil. En nou, prima. Nou, ik zou het wel leuk vinden. Het is altijd weer eens iets nieuws, hè. Het is lang geleden dat het hier geweest is, dus ik vind het wel leuk, ja. Ik weet het niet. Dus vroeger is er al iets in die geest geweest, maar... Ik vind het wel een beetje een grap, want ik kan me eens niet voorstellen dat er ergens geld voor is te halen om hier een station te bouwen. Ik denk dat Bergen inmiddels groot genoeg is voor een station. En zou u dan ook wel eens gebruik maken van de trein, denkt u? Ja, tuurlijk. Ik ben niet zo'n treinman, dus dat denk ik niet. Ik niet, ik ben laai, ik ga lekker met de auto. Jan van Leest van de Dorpsraad in Bergen vindt het een goed idee als er een station komt. Hij ziet er alleen maar voordelen in. We hebben bijna 10.000 inwoners, het gedeelte van Os dan, het oostelijk gedeelte. En als Dorpsraad zijn we daar, ik denk al zeker 10 jaar terug hebben we daar eens al over gesproken. En het is alleen maar ontzettend makkelijk. Volgens Van Leest is het makkelijk voor de inwoners, omdat de dienstregeling van de bussen is aangepast. Bijvoorbeeld de buslijnen 90 en 96 voor de mensen die in Schaik wonen, Herpen, Ravenstein. Nou, het scheelt in ieder geval weer als wij in Bergen een station zouden krijgen. Het scheelt natuurlijk ontzettend veel voor de mensen die ook in het achterland wonen. Maar zeker voor onze eigen jeugd die nog moet studeren in Den Bosch, Nijmegen. Ja, enfin, noem maar verder op. Een idee van waar het station moet komen heeft hij al. Tussen de Hoesterboslaan en de kinderboerderij. Denk dat je daar ongeveer moet zoeken. Ja, ik denk tussen de Koolwijk en de Hoesterboslaan. Dat is denk ik nog het enige waar niet zoveel bebouwing is. Midden in het centrum of bij het voetbalveld aan de zijkant. Nou, dat vind ik heel moeilijk. Want ik denk dat je niet hier in het oude dorp ergens iets moet doen. Voor mijn gevoel zou het dan toch een klein beetje in de richting van de Piekenhof moeten zijn. In 2017 past de NS de dienstregeling aan. De SP hoopt dan ook dat de NS de bouw van een station in Berchem als optie meeneemt.